Oh, dat was Groen Filmpjes Snel met vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik iets heel anders doen dan normaal. Je ziet namelijk dat ik bij een cup zit en dat klopt. Want ik ga de Ice Landing Cup spelen. Heel erg leuk. Ik had het net al geprobeerd één keer en ik verloor gewoon gelijk. Maar ja, wat het probleem is, spelers die het spelen zijn allemaal heel goed. Omdat die IJslandse spelers zijn fucking duur. Ik speel net tegen hem en stuur me een berichtje. Heel fijn. In ieder geval, PS zijn fucking duur. Er staat nergens op. 6300, 115k. En van linksbuiten 10k en zo. En de wisselspelers op de bank, allemaal 4k. Dus ja, het was allemaal heel kut. En het potje ging ook heel kut, want ze spelen echt voor geen meter. Maar we gaan het gewoon proberen. IJsland zijn natuurlijk wel ongelofelijke biesten. Ja, zo doen zij ongeveer. In ieder geval, ja, we gaan gewoon een potje doen. En hopelijk gaan we even wat, ja, even winnen. Want ik wil, je kan een mysteriepakket winnen als je eerste wordt. Dus dat is op zich wel lachen. Maar laten we maar het beste hopen. En dan zien we het wel. Als jullie video's kunnen liken, super arm zijn. Ik weet niet of jullie dit leuk vinden, zo'n cuprun achter. Iets. Als ik überhaupt een beetje ver kom. In ieder geval, als we de 4000 likes halen, zou het super anders zijn. Vergeet de video zeker niet te liken. Woe. We hebben deze dan gevonden. Yes. Let's go. We hebben een potje. Let's motherfucking do this. Oh, hij heeft een best goed team. Ja, dit is een best. Dit is zeg maar een goed team voor deze begrippen. Oké, dit gaat wel lastig worden. Let's go. I'm in a tropical. Voor mij wil hij tropic love, denk ik. Ik verloor net van hem. Kak! Maar ja, nu dus in opnames, dus nu mag ik niet meer verliezen. Ik dacht eerst van, ik wil weten wat het mysteriepakket is. Dus ik dacht, oké, ga ik hem even snel winnen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet volgens plan. Maar in ieder geval, nu gaan we dus even proberen om gewoon te winnen op video. Misschien lukt het wel. Misschien heb ik dan extra veel geluk. Kom op, klik nou door, jongen. Let's go. Oké, we gaan spelen. Let's do this. Let's win the game. Ja, als je aftrapt. Deze gozer, jongen. Oh. Wat ben je nou aan het doen? Ben jij je pik aantrekken of zo? Oké, let's go. Nee. Yes. Hou binnen. Lekker. En wegschieten. Prima. Hoppa. Ja, ik ben gewend. Zoals jullie laatst gezien hebben, ben ik mijn beste team in FIFA. Als je de video niet gezien hebt, kijk even op mijn kanaal. Of er zal een linkje in de beschrijving staan. In ieder geval, ik ben er dus gewend om met 99 Ronaldo te spelen. En met Bale. En als je dan van Bale naar Gudmundsson gaat, daar word je niet heel vrolijk van. Was er dus ook maar één keeper. Nou ja, is hij geblesseerd? Er was zelfs maar één keeper die kon kopen. Want je hebt een Halderson en je hebt dus zo 51 bronzen. En Halderson was gewoon niet op de markt. Voor geen enkele prijs, gewoon niet op de markt. Heel kut. En Gudmundsson hoort mijn beste speler te zijn. Maar eigenlijk bakte hij er helemaal niks van, dat potje dat ik speelde. Jongens! En nu ook niet. Maar ja, hoe kan dat nou? Hoe kan hij zo slecht zijn? Ik weet het niet. Oh, dat is lekker. Prima. En langs. Gudmundsson, let's go. Ik weet niet wie hij op goal heeft. Ik hoop dat hij weer die ook zo slecht heeft. Kom op! Ah, kom dan binnen, jongen. Ja, al die zonnen. Ja, ik ben ook... ik zie door de bomen het bos niet meer. Lekker. Heerlijk balletje. Ah, net te hard. Kak. Kop! Nee! Maar hij heeft wel harder zon op goal. Die wil ik zo graag, jongen. Maar ja. Ja, je kan wel graag willen. Maar ja, dan moet hij wel de markt zijn. Dat is hij niet. Prima aanname. Helemaal niks mis mee. Lekker opstuiteren. Kan gewoon gebeuren. Die gast is ook een partijtje slow, joh. Die Sigurdsson. Dat is dan wel Sigurdsson. Ja, dit is goed. Kom op. Ja. Hier binnen. Nee. Wat doe je nou? Ja, let's go. Hoppakee. 1-0. Ik heb geen idee wie hem scoort, want ik ken al die spelers niet. Maar het is wel 1-0. Heerlijk. Meer geluk dan wijsheid. Ben ik heel eerlijk in. Ik had ook niet verwacht dat ik dit nog zou scoren. Ja, ik weet niet wat die eerste letter is. Soort. Ik doe gewoon een S. Soort Sison of zo. Ja, ik weet niet wel. Ik weet niet hoe ik de letter uit moet spreken, maar maakt niet uit. Nee. Kijk rood. Oh man, ik ben zo dom. Kijk rood met Sigurdsson. Oh. Sigurdsson bedoel ik natuurlijk. Oh, ik heb zoveel down. Oh, wat heb ik veel down zeg. Niet te geloven. Ik heb echt veel down, jongens. Dan gaan ze ook meteen scoren. Ja, mijn keeper die heeft nog geen bal tegenhouden. Ja, dat gaat hij nu ook niet doen. Hij is natuurlijk 51. Dus de kans dat hij tegenhouden is vrij klein. Heb ik rood. Kak. Lekker Sorsijsun. Sorsijsun. Op Alfredsun. Alfredsun. Voorzet. Komt hij goed weg. Dat is mijn eigen doelpunt. Maar nog niet helemaal. Kop, Smarson of zo. Ik weet niet hoe je heet. Ik weet het nog steeds niet. Wat was het nou? Smarson? Lekker. Gretarsson of Valgarsson. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet eens welke bij mij hoort en welke hij is. Oké, ik ben rechts. Heel slecht. Ja, heel erg slecht. Nee, hanteren. Nee. Ja, lekker. Heb je nou? Oh. Gudmundsson. Gudmundsson. Hoe houdt dat ooit tegen? Dat kan je nooit tegenhouden. Een 65 rated keeper. Houd dat gewoon nooit tegen. En dan weer naar binnen. En naar buiten. En dan schieten. Boom! I got broads in the line. Bang,
bang! 2-1 voor, let's go! Mijn nieuwe aanvoerder, lekker, duimpie. 2-1, heerlijk, heerlijk goaltje, niks meer mee. En nu volhouden, doorzetten, winnen. Dan een potje ingaan en lieven, niet van de cup, zodat ik straks weer mijn speler kan gebruiken. En daar zijn we allemaal heel erg blij. Ja, maar ja, dit wordt natuurlijk weer een goal, want ja, mijn keeper houdt niks tegen. Oh, gelukkig staat zijn eigen speler. Kijk, alleen zo kan ik wel tegenhouden als er een speler van hem in de weg staat. Dan lukt het wel. Ja, anders niet. Ja, er wordt een speler neergehaald van mij, jongen. Gewoon uit het niets, onterecht. Oké, okay, heeft hij een beetje goede stats? Halfretsen. Oh, die heeft oprecht helemaal niet zo hele stats. Oké, gaan we het gewoon proberen. Boom! Iets hoog. Jammer, duimpje omlaag. Voor halfretsen, met zijn kale hoofd. Dat is ook een speler die echt het hele jaar nog niet meer het waard is geweest dan 650 coins. Maar nu is hij 4k. Duimpje. Gretarsson. Dat is echt heel slecht. Oh! Ging er nog bij in. Was een heerlijk doelpuntje geweest. Wel een beetje eten, maar wel heerlijk. Oké, we staan 2-1 voor bij rust. Ik moet vasthouden. Ik speel met 10 man. Dat is wel een beetje risky. Maar ja, laten we het vasthouden. Laten we het gewoon fixen. Let's do this. Winnen. Nee. Nee, niet laten schieten. Niet laten schieten. Bing! Ik kom ook heel goed weg. Oh, ging bijna volledig fout in de hoed. Oké. Oh, trouwens, Ton. Hop, en we rennen gewoon door. En we geven een voorzet. En die is kut. Oh, de keeper zit ernaast, maar er staat niemand om de bal op te vangen. Want mijn nummer 10 die heeft een rode kaart gekregen. Oeh, heel kut. Ja, dat is heel kut. Hier staan heel veel spelers vrij. Kom terug. Oh, jongens, ja. Jongen, dit kan toch niet? Ah. Je hebt er ook niet goed van. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Kom, Gudmundsson. Nee. Ja. Oh. Stoor zijn zun. Ref, penalty, jongen. Geen penalty, jammer. Oké, let's go. Gudmundsson. Oh. Terugkoppen. Naar voren pasen. Dan gaat er weer fout natuurlijk. Voren pasen gaat meestal fout. Haldorsson. Houdt hij aan, gaat keeper mis. Gaat heel moeilijk om dit te winnen. Maar ik moet wel even winnen. Dat zou heel fijn zijn. Kom op, langs. Ja. Leg terug daar op hem. Nou, wat slecht. Ik wilde een van de gekke omhaal doen. Kijk, dat was natuurlijk niet heel realistisch. Maar om dan dit te zien is ook niet echt dat je denkt van... Oké, kom, Finn Bogason. Is heel shit. Maar ja, dat wist ik ook. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Maar het is wel jammer. Kom op. Yes, 3-2. Let's go. Hoppakee. 3-8 minuut. Oh, nu vasthouden. Ik moet vasthouden. Kom op. Ja. Smarson. Je hebt echt geen fitness meer. Maakt niet uit, Smarson. Ja, dat is heel jammer. Vraag je af, komt omdat hij geen fitness meer heeft? Waarschijnlijk wel. Gudmundsson. En binnen glijden. Nee. Oké, 2 minuten volhouden nog en dan ben ik naar de volgende ronde. Kom op. Het moet kunnen. Het moet lukken. Kan niet anders. Kan niet missen. Mens, we hebben gewonnen. Let's go. 3-2. Stor Seinsen is de eerste, man of the match. Let's go! We gaan nu even snel glitchen, ik ga je even laten zien hoe dat werkt. Want dan weet je ook hoe je makkelijk rode kaarten weg kan krijgen. Duimpje. Kijk, ik zeg gewoon verkoffer 5k en 4500. Idioot. Oké, let's go. Hoe je dat doet, je gaat naar één speler. Dan ga je naar één speler cup, dan start je gewoon een cup. Het boeit echt geen ene ster welke cup je start. Ja, zolang je het maar kan spelen. Dan ga je er dus in, dan zie je dat je een rode kaart hebt. Dan doe je dus even deze speler naar je reserves. Doe je deze speler, want die is geblesseerd, dat is ook kut. Doe je hierheen. En dan zet je er gewoon even 2 random spelers in. Zo, hop, Ibra, 93. En 91 Matuidi. Heb je nog een goede link ook? Duimpie. Start je gewoon een potje. Aanzien het singleplayer is, duurt niet zo fucking lang. Dat is wel ziek chill. En dan druk je gewoon op start. Nou, ga je starten. Moet je even deze stinkende dingen doen, wat niemand wil eigenlijk. Kak. Kom op. Nee, Kom op. Nee! Ik werd down. Oh mijn god, ik heb niet al 4 keer achter elkaar fout gedaan. Ja, lekker. Oké, maakt hem niks uit. Wat je doet, dit is allemaal leuk en aardig. Neem je de aftrap, druk je op start. Druk je PS4-knop ingedrukt, doe je applicatie sluiten. Sluit je applicatie, start je hem hier op. Kom je terug, is al je kaart weg. Duimpie. Als je dat in FUT komt, dan ga je lekker terug naar de Icelandic Cup. En dan staat dat in je kwartfinale staat. Dat is natuurlijk zo, dat ik het net gewonnen. Ik dacht even, what the fuck, dikke lids, maar het is niet zo. Oké, hij is wel een contract kwijt, dat boeit geen ster. In ieder geval heeft Sigurdsson weer zijn ding. En dan gaat het om Duimpie. Hij is blijkbaar langer dan 1 wedstrijd geblesseerd geweest. Hij is nog steeds geblesseerd. Hoe lang is hij nog geblesseerd? Nog 1 wedstrijd. Nou, maakt niet zoveel uit in ieder geval. Ik ga iedereen even zijn kaart geven en let's go then. Ik ben nu denk ik al een minuut of 10 aan het zoeken, maar ik kan echt geen potje vinden. Heel kut dit. Heel vervelend. Mensen, 10 minuten later hebben we een potje gevonden. Als jullie niet liever nu. Oh mijn god, dit is niet te geloven. Ik had mijn opnames al uitgezet. Want ik dacht van, dit gaat nooit meer goed komen. Nee. Loop die vast. Dit is niet te geloven. Wat is dit voor raar dit? Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nou, we zien het wel. We spelen dus nog gewoon. Oké, prima joh. Ik heb het gevoel dat dit een heel glitchend potje gaat worden. Klik maar door. Non plus. Oui baguette. Non plus. Klik nou even door, jongen. Oké, let's go. We hebben een potje. Jongens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wel bijna, maar nog niet helemaal.
Al Arnason, Gilasson. Wat heet hij allemaal voor rare spelers, joh? Oh, Finn Bogason. Gaan, jongen. Ja, maar je bent zo sloom. Nou. Nou. Nee. Nou. Nee. Die Sigurdsson, die kan niet veel. Ben gewoon eerlijk in. Die kan echt niet veel. Ja, buitenspel, buitenspel, buitenspel. Fluiten! Dank u. Goed gekiept dan. Was goed gekiept. Maar, buitenspel. Duimpie. Hey, ref. Dank u. Kop, let's go. Let's go. Koppen, koppen, koppen! Yes, 1-0! Hoppakee. Ziek slecht gekiept. Maar maakt mij helemaal niks uit. Duimpie. Ho, ho, ho. Lekker. Hoppakee. Ja, echt heel slecht gekiept. Echt, hij kan echt niks van de keeper. Oké, non plus. 1-0 achter. Lekker. Op naar de finale. Oh, half Fretsen. Die heeft hij dan weer wel. Oké. Okay. Wat ben je aan het doen? Nee. Hou hem daar. Nee, het is een goal. Nee, goed. Yes, goed op blok. Let's go. Yes. Let's go. Geef voor. Tik binnen. Oh, zijn slechte schot ooit. Oh, mijn god. Wat was dit nou? Dit is helemaal niet erg, want ik stond voor. Toch? Ben ik nou door? Ja, hè? Ja, zeg alsjeblieft ja. Dan zijn we door aan de halve finale. Dan komen we steeds dichterbij. Met mysteriepakket. Ja, we zijn door. Let's go. Willen jullie nou de halve finale en de finale zien? Vergeet een geker. Kak. Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog achter te laten. 4000 likes. En dan komt morgen de nieuwe. En dan gaan we de halve finale. Ja, nieuwe. Dan gaan we verder met de IJslandse droom. En gaan we zorgen dat we de halve finale en de finale gaan winnen. En dan mogen we dat mysteriepakket openen. En misschien is het wel echt heel slecht. Ik hoop het niet. In ieder geval hoop ik dat jullie deze video leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet dan zeker niet te liken. 3-2 gewonnen, 1-0. Dikke prima. Dan zeg ik gelijk weer gehad in de volgende keer. Ik zeg doei. En hoop tot morgen. Later.